En ik ga denk ik zo meteen de nieuwe iPhone 11 Pro bestellen. Ik voel me zo'n loser. Kijk eens wie we hier hebben. Een zak chips opgegeten en een bakje olijven. Hey, kijk eens. Dit komt lekker in het weekvlog. Misschien ben je wel klaar met vloggen. En toen zat er een meisje voor de trein. Goedemorgen, het is vandaag maandag, dus welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Ik heb al best wel veel gedaan vandaag. Ik heb mijn weekvlog geëdit, ik heb mijn video voor Stronger geëdit. Ik heb nu ook kleding aan van Stronger. Ik ga me even omkleden, dat trouwens ook. En Stefan en ik hebben gehoord dat we het huisje krijgen, of nou ja, krijgen. We mogen gaan verhuizen eigenlijk dus. Super goed nieuws, we zijn allebei echt vet blij. Dus dat is echt super leuk. We weten nog niet precies wanneer we erin kunnen, maar rond midden augustus ongeveer. Dus dat is al heel snel. En dan hebben we gewoon een veel groter huisje dan nu. En ja, het is wel, ik denk dat het wel emotioneel gaat zijn als we hier weggaan. Omdat dit gewoon ons eerste huisje was. Maar het is gewoon beter. Ook voor onze relatie. Weet je, je zit zo op elkaars lip. En het is niet dat het slecht gaat tussen ons. Helemaal niet. Maar je merkt soms wel dat je echt denkt van... Pff, ik wil even mijn eigen ruimte hebben of zo. Vandaag is ook echt weer zo'n dag dat het super lekker weer is. En ik er helemaal niks van... voel, zeg maar, omdat ik de hele dag mee heb gezeten. Ik ga bij mijn ouders eten vandaag, want we moeten wat campingspullen ophalen bij vrienden van Stefan. En ik dacht, dan ga ik daarheen. Mijn pols doet nog steeds wel een beetje pijn, maar niet zo heel heftig meer. En ik zorg dat ik dit even heb opgeruimd. Stef eet alleen vanavond. Dat is een beetje, daar heb ik jullie weer helemaal bijgepraat. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en mijn haar is best wel vettig. Maar wat ik ga doen is mijn haar even nat maken en dan een masker in doen voor het douchen. En laat ik die even... lang intrekken, zeg maar. Want het is best wel weer slecht aan het gaan met de status van mijn haar. Dan heb ik verder nog dingen vandaag. Het huis weer een beetje opruimen. Echt al elke dag zeg ik dat ik het huis ga opruimen. Maar ik doe het ook niet elke dag. Dus ja. Oh ja, en ik moet de video editen over mijn spiraaltje. Misschien wil ik ook weer een cover opnemen. Dat is ook lang geleden, maar ik weet even niet wat ik dan zou willen zingen, zeg maar. En ik moet de afwas doen. Vanavond komt weer iemand kijken voor het huis. En ik heb nog steeds pijn aan mijn pols, maar dat gaat wel ietsjes beter. Gisteren waren we bij mijn ouders dus eventjes. En zaterdag gaan we voor een huis ophalen. Voor een huis. Ik zeg dit voor een huis. Voor een huis. Gaan we ophalen. Want dat huis heeft dat niet. En de oude bewoners hebben, oh, die hebben wel een kookpitje staan. Maar dat vinden we niet zo mooi, zeg maar. Dus we willen gewoon even een goed voor een huis neerzetten. Dus ik had een beetje gevoel op Marktplaats voor de... €100 of zo met inductie. Dus dat is wel heel chill, want dat willen we graag. En dan hebben we verder alles voor het huis. Ja, ik ga even een maskertje in mijn haar doen. Ik heb net de hele afwas gedaan en deze zit even in de warm water, want dan kom je ontdooien. Maar mijn pols doet wel super veel pijn nu ik heb afgewassen. En eigenlijk zou Stef het doen, maar toen zei ik gisteren, nou, ik doe het wel. Dat had ik gewoon niet moeten doen of niet moeten beloven ook, want het doet gewoon zoveel pijn. Dus ik ga hem appen of hij wel dan boodschapjes wil doen. We hebben geen brood meer. En melk en zo. Dan scheelt dat heel erg veel. Hoi, slechte vlogger ben ik, hè? Echt heel slecht. Het is 17:15. Ik denk dat Stef zometeen wel thuis komt. Heeft al wat boodschapjes gedaan. Ik heb trouwens volgende week een afspraak voor mijn pols bij een soort speciale polsfysiotherapeut iets. Volgens mij is het hier best wel warm in huis. Maar ik had het net heel koud. Auw. Het is niet helemaal. Ik kan ook denk ik echt niet gaan sporten. Want mijn pols doet gewoon zoveel pijn. Ik ben het een beetje aan het opruimen dat er dus vanavond iemand komt kijken naar het huis. Dus dan tegen haar eerst even lekker eten. En dan gezellig eventjes samen, denk ik. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En vandaag heb ik weer niks eigenlijk op de planning. Ik ben nu eigenlijk allemaal dingen aan het uitprinten voor het nieuwe huisje wat we gaan huren. Want er moesten wat documenten voor gezocht worden. En eigenlijk ben ik vooral deze dagen die dingetjes aan het regelen. Ik kom mijn dagen wel door. Ik ben gewoon een beetje alles aan het regelen. Ik ga vandaag ook weer even het bed opmaken. Misschien even de badkamer schoonmaken als dat lukt met mijn pols. Ik heb volgende week een afspraak. Ik weet niet of ik dat had gezegd. Dan gaat er even een vrouwtje naar mijn pols kijken. En ik ga denk ik zo meteen de nieuwe iPhone 11 Pro bestellen. Het is echt een rip uit mijn lijf. Want ik wil ook Apple Care Plus erbij bestellen voor €230. Omdat ik zo vaak mijn telefoon laat vallen. En dan kan je hem wel steeds laten repareren. Maar op een gegeven moment gaat het gewoon... Weet je, dan doe je er minder lang mee dan je eigenlijk zou willen. Omdat je hem gewoon steeds kapot maakt. En ik probeer erg voorzichtig te doen, maar ik ben echt een kluns. Verder wil ik eigenlijk meer piano gaan spelen. En een cover opnemen vandaag. En ik moet ook eigenlijk een rondje lopen, want dat moet van mezelf. Omdat ik te weinig buiten kom eigenlijk, anders per dag. En ik moet wat verzenden, dus ik ga even denk ik op een, even opschrijven wat ik eigenlijk vandaag allemaal moet doen. Want anders dan is het eind van de dag nog steeds niks qua dat gedaan. Ja, oké, ik ga even neerzetten wat ik moet doen vandaag. Ik had eigenlijk al ontbeten, maar het was een beetje weinig, dus ik ga dit even eten. Ik voel me dus altijd een soort van neppe influencer. Nee, niet neppe, maar meer... Ik voel me zo'n loser. Ik doe de laatste dagen letterlijk niks. Maar ik voel me er ook gewoon wel chill onder. Maar ik vergeet belangrijke dingen te doen. Want ik heb nog steeds de badkamer niet gedaan. Ik heb nog steeds geen pakketjes opgestuurd. Dus dat moet ik nu gaan doen. Want super stom ook. Iemand had bij mij een nieuw zo, United Wardrobe pakketje. Of een United Wardrobe bestelling gedaan. En ik ben het gewoon helemaal vergeten. Dus die 5 dagen zijn lang voorbij. En alles zit hierin van United Wardrobe. Ik ga hem wel even op vakantiemodus zetten. Want we gaan binnenkort ook verhuizen. En dan wil ik dat even niet aan mijn hoofd hebben. Ik kan hem gewoon niet vinden. Moet ik alles weer uit de dingen halen. Dit is heel gek. Ik denk dat hij dan hierin ligt. Ik ga het eventjes verzenden. En dan ben ik zo bij jullie terug. Ik film het heel veel met mijn telefoon en ik moet hem andersom doen. Want de voorcamera doet het niet meer goed. Maar ik ben dus bij mijn ouders en mama die moet even de badkamer schoonmaken. En ik dacht, ik ga wel even helpen joh. Het is echt lief, oh, het is echt lief van mij. Nu heb ik een korte broekje aan, anders wordt mijn hele broek vies. Dan ga ik even de badkamer schoonmaken met mama. Oh my god, ik heb hier zoveel zin in. Dat is die moeder van Joe. Nou, we hebben ook nog frikandellen en kroket. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Sorry dat ik zo weinig heb gevlogd. Ik ga weer even proberen op te pakken. Ik heb gisteren nog wel eens een beetje met mijn telefoon gefilmd bij toen we sushi gingen eten met Lies en Daan. Ik heb vandaag dit aan. Even kijken. Ik heb daar even mijn andere vlogcamera gepakt. Want die van Sony was leeg. Ik denk dat ik deze ook meegenomen op vakantie. Want deze heeft wat meer... ik heb hier echt 3 batterijen van ofzo. Dus dan kan ik daar iets langer mee doen. Deze broek is echt super erg gekreukt. Maar ik heb deze al super lang niet meer aangehad. En ik vind hem eigenlijk best wel leuk. Volgens mij is die van de Primark. Ik weet niet zeker. Maar ja, dit gaat er zo vast wel uit. Ik krijg vandaag mijn iPhone binnen. En Stefan die werkt bij een telecombedrijf in Harderwijk. Of een ICT telecombedrijf. En daar heeft hij een hoesje alvast voor mij gekocht. En hij gaat ook daar een screenprotector voor mij kopen. Alleen gisteren dacht hij dat ik dat niet wilde. Dus dan haal ik even een wat goedkope screenprotector bij de Big Bazaar of zo. En dan heb ik later een goede. Maar dit hoesje heeft hij voor me meegenomen. Hij is van MobiParts of zo. Gewoon een beetje zo'n half siliconen, half hard hoesje. En een beetje in een wat donker lila. Er staat grijs is volgens mij 6F. Ja, Pro Grey. Maar ik vind het meer een soort lila grijs. En ik denk dat het heel mooi staat bij dat wit. Ik heb vandaag om 2 uur volgens mij weer een meeting voor mijn studie voor commerciële economie. En want we moeten nog een opdrachtgever zoeken. En om 4 uur heb ik afscheid van een juf van mijn basisschool. En dat klinkt heel raar. Maar ik zal het even uitleggen. Mijn vader is heel erg lang directeur geweest van het Kofschip in Zeewolde. Dat is een openbare basisschool. En ik heb daar ook op gezeten. En mijn juf, juf Linda heet ze, die had ik heel lang als juf. Tenminste, in groep 4 had ik haar als juf. Maar ik kwam daar ook altijd kletsen 's ochtends. En ging ik tekenen en helpen met dingetjes. Voorbereiden voor haar klas, voor groep 4 en zo. Dus, en nou, zij kende mijn oma ook, want ze komt uit Harderwijk. En zij neemt afscheid, want zij gaat met pensioen. En toen had ze mijn vader natuurlijk gevraagd en mijn moeder, want het was haar baas. En toen zei ze, nou, ik zou het ook heel erg leuk vinden als jullie Julia meenemen. Dus ik ga gezellig mee. En daarna ga ik koken voor mijn moeder en mij, want mijn vader die gaat ergens eten. En ik dacht, nou, ik ben toch wel eens in Wolde, dus ik ga lekker pasta carbonara maken. Dus dat moet ik niet vergeten te filmen. Maar ja, vandaag komt mijn telefoon binnen en daar heb ik wel zin in. Ik heb echt heel random opeens besteld gisteren. Ik dacht, ja, ik kan wel wachten na de verhuizing, want dan heb je zeg maar al je kosten van een verhuizing gehad. Maar de telefoon wordt er niet goedkoper op, dus ja, ik heb dit shirtje van Lovies aan. Oh, ik ben toch heel veel geswitcht van outfit, want ik heb geen zin om de hele dag in een normale broek rond te lopen. Dat heb ik laatst echt heel erg. Ja, ik ga nu eventjes aan de slag met dingetjes die ik moest doen. Ik heb ook een mooi horloge van... Lovies binnengekregen. Binnenkort te zien op mijn Instagram. Maar ze hebben hem al te koop. Ik dacht ik laat even zien. Oh ja, we hebben een vuistdoos binnengekregen. Maar ik laat even zien. Ik heb de badkamer net schoongemaakt. Dus ga ik zo weer verder aanzetten. Maar ik vond het chill om een podcast te luisteren. Wc is schoon. Dit is allemaal schoon. Dit heb ik allemaal schoongemaakt. Dit is ook schoon. Ik ga even een nieuw douchegordijn ophangen. Ik doe ze altijd al in de was. Alleen ik heb ook even nog een nieuwe erbij gekocht. Dat vond ik wel handig. Die dingen laat ik gewoon even hangen. Ja, dus eigenlijk is het wel lekker schoon. Ik heb even een smoothie met Griekse yoghurt, banaan, havermout en honing. En ijslontjes. Dat is echt mijn go-to smoothie als ik honger heb, maar geen zin heb om echt eten te maken. Ja, dat is het nu even voor de update. Ik ga eventjes mijn make-up doen. Maar ik verga weer zo erg van de buikpijn. Oh, zoveel pijn. En de 3 maanden zijn wel al voorbij van mijn spiraal. Dus hier baal ik dan wel heel erg van. Dus misschien dat ik zo meteen even naar huisarts bel. Want dan, ja, ik weet niet, ik moest volgens mij bellen als ik pijn bleef houden. Ik heb trouwens nog steeds dit aan. Ik vind het best wel een leuk outje eigenlijk. Alleen vandaag bij dat afscheid waar ik bij ben, dat doe ik natuurlijk wel even iets leuks aan. Ik moet eigenlijk bloemen weggooien. Deze. Maar de vuilniszak zit helemaal vol. Dat is wel een beetje vervelend. Nou, ik heb mijn telefoon nog steeds niet binnen, mijn nieuwe telefoon. En het klinkt zo verwend, maar ik wil hem zo graag binnen. Ik wil eigenlijk ook zo'n leuk telefoonkoord, weet je wel. Dat je, anders laat ik hem gewoon uitvallen, denk ik. Ik ga even een beetje inspiratie zoeken voor video's. Nou, de opdrachtgever kwam niet naar de call. Ik heb mijn haar gewassen en ik heb dat het nog steeds vettig is. Oh, misschien dat ik het alleen met zilver shampoo heb gewassen en niet met normale shampoo. Ik moet een beetje dit opruimen. Stef gaat... Hallo? Dit wilde ik dus laten zien. Dat gaat Stefan vandaag even vooral afwassen. Maar ik doe een paar van die grote dingen. Ik heb een pannetje gedaan. Blender heb ik even gedaan. Ik doe even een bakje. En dan ga ik me eventjes klaarmaken voor die, dat afscheid van oude juf van mij. Dit is mijn outfit. Ik heb zo'n shirtje aan van Lovies. Met van die mouwtjes. En deze een beetje omhoog gedaan. En dan zo'n leuk jasje. En met Dr. Martens. Ik weet niet of deze broek doorschijnt. Heel veel mensen zeggen vaak dat hij doorschijnt. Maar ik zie het zelf niet. En als je het zelf niet ziet, is het probleem er niet. Ik ben dus bij mijn ouders thuis. Omdat ik dus via zijn wolde naar die, het afscheid ga. Kijk eens wie we hier hebben. Oh, poepje. Zo dol op jou. Je bent zo groot. Je bent zo groot. Ja. Kijk, mijn ouders hebben een nieuwe... Ja, ik weet niet of jullie weten hoe dit eruit zag, maar een hele mooie nieuwe kast hebben ze. Echt heel cool. Sima is natuurlijk niet de enige. Nee, we hebben ook nog Tipsje die gelukkig niet dood is. Maar die niet zo heel veel meer kan, hè? Nee. Maar het gaat nog goed met jou, hè? Ik heb iets heel erg leuks binnen. Ik ga even kijken hoe ik dit goed kan vastleggen. Dat ik mijn camera even ergens opzet. Even kijken of dit kan. Trouwens, ik weet niet of je dat al verteld, maar mijn iPhone moest getekend worden. En dat, ik was niet thuis en hij is gewoon bij de buren afgeleverd. Waarom zit hij zo gesield? Dat is toch geweldig. Ik heb de 256 gigabyte. Meer dan wat ik nu heb. Ik heb nu de iPhone 8 Plus. En ik heb een witte doos hiervan. Ik kan het niet zo goed met één hand. Zo mooi. Kijk, als het goed is kunnen jullie nu gewoon goed zien wat ik allemaal doe. Het is eentje. Je doet er niet meer 2. Oh, dit houdt... Oh, wauw. Dit is echt mat. Ik dacht eerst, wat bedoelen mensen ermee met dat het mat is? Maar het is echt mat. Hoe mooi is dat? Oh, wat cool. Kijk, ik heb nu deze. Hij is iets kleiner. Dat vind ik wel fijn, want ik merkte dat deze toch wel heel groot was. Dus ik heb ook niet de max gekozen. Verschil met de voorkant. Dit is bizar. Hij houdt ook even wat chiller vast. Dit is zo groot. Oké. Dus leggen we heel even hier neer. Dit is een snellader die er ook bij zit. Dit is ook gek. Dit is ook zo mooi. Dit is echt mat. Ja, ik kon me daar echt niet zoveel bij voorstellen. Maar het is ook lastig om uit te leggen hoe dat dan precies is. Ik ben echt blij dat ik deze kleur heb gekozen. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Hij is nog bezig met alles, zeg maar, erop zetten. Maar ik heb nu alles kunnen overzetten en het is allemaal goed gegaan. Ik was namelijk heel bang dat ik allemaal WhatsApp gesprekken zou verliezen. En... oh, hallo. Ik heb nog heel veel WhatsApp gesprekken met, ja, mijn oma op WhatsApp staan. En die wilde ik echt niet kwijt, want dat is gewoon, ja, dat vind ik gewoon wel bijzonder of zo. Dus ik ga er even een hoesje mee doen, want dat ik was het heb gekregen. Nou, gekregen. Ik heb hier wel voor betaald. Het enige wat ik dus een beetje eng vind, is dat ik nog geen screen protector heb. Dus misschien, want Stef die gaat sowieso een goede screen protector voor me kopen. Alleen die krijg ik dan pas vanavond. Oh, ik heb dit hoesje trouwens. Oh, dat is echt heel cool. Die achterkant is wel echt heel mooi zo met deze kleur. Dit is dan de voorkant. Echt een lelijke... dit, achtergrond. Eigenlijk wil ik even een nieuwe. Ik moet helemaal wennen aan dit beeld. Hij is echt veel te scherp voor mijn leven. Ik kan nog sneller typen met deze nu. Nou, even screen protectortje gehaald. Bij de Action. Zo, ik heb er even een screen protectortje op gedaan. Je ziet, kijk, ik heb een nieuwe achtergrond gemaakt trouwens. Dan ben ik in ieder geval niet bang dat ik hem thuis door mijn lompen zelf... alles soort van kapot maak. En wat ik trouwens helemaal ben vergeten, is om een simkaart over te zetten. I'm so stupid. Ik heb net een meeting gehad en dat ging over mijn YouTube kanaal. En ik vind het altijd heel chill, want dan krijg ik weer meer motivatie ook om meer video's te maken. En ik ga nog niet zeggen wat eruit is gekomen, want ik weet nog niet of wat ik echt ga doen. Ik heb weer zo'n dipje. Weer zo'n... ik heb nergens zin in dipje. Ik heb net een halve zak chips opgegeten en een bakje olijven dipje. En ik heb wel het huis opgeruimd voor als Stefan thuis komt dipje. Maar Stefan heeft een vrij mibo en komt dan altijd zo laat thuis dipje. Ik heb een beetje hoofdpijn. Weet je wat het is? Ik weet gewoon, als ik dit kussen zo pak en ik leg mijn laptop naast me neer, dat ik zo meteen in slaap val. It's a water effect. Hou op. Hou op. Hou op! Oh. Jee, hoe scheef ben jij? Jij spoot op. Jij spoot helemaal daar. Helemaal daar, ja. Ik ga geen eten koken. Oh. Jee, hoe scheef ben jij? Hij kijkt toch in de camera? Ja, helemaal, hè? Jee, dan ben je scheef. Dan ben je echt... nu is het klaar. Je hebt het echt scheef, jongen. Kappen nou. Wat een druppel in je neus. Heb je gesport dat je zo nat bent? Stefan. Haha, ik wist het. En nu, omdat ik zo lief ben geweest, gaat Stefan een screen protector erop doen. Van Overhof, ICT en Telecom. Hé, hey, dat is dezelfde van mijn hoesje. Mijn hoesje er niet even af. Nee. Je moet wel echt goed plakken. Nee, wat doe jij? Een screenshot maken van hoe goed die is geplakt. Hup. Dankjewel. I like it. You like it. I like it. You like it. I like it. Eten maken. You like it. Eten maken. Nee, ik niet. Oh, mijn neertje is zo moe. Oh. Van de werk. Van de 6 bier die je net hebt gehad bij je vrijdagmiddagborrel. Wel? Ik ben gewoon moe door het harde werk. Stefan gaat zijn eigen gezicht op mijn telefoon zetten. We eten weer risotto, want die hebben we nog over. En we hebben die nog een keer in de vriezer liggen. Met parmezaanse kaas natuurlijk. En Stef die gaat even opscheppen als hij zich heeft aangekleed. ga vanavond even lekker naar het terrasje met z'n tweetjes. En ik heb dit jurkje aan. Hij is van Boohoo. Ik heb deze echt nooit aan. Ik vind hem echt heel schattig eigenlijk. Ik weet niet of ik er een riempje bij moet doen. Maar wel lekker mijn Dr. Martens. En misschien iets van een jasje of zo. Yo, drink even een slok van mijn gin tonic, want die is met roos en zo. En hij smaakt naar roos. Ik kon niet zo heel goed filmen waar we net waren. We waren bij de boterlap in Harderwijk. Goedemorgen. Wij gaan tosti's eten en ik heb al even iets lekker gedoucht. Zometeen komt Robin weer een deel van ons huis schilderen. Een vriend van ons. En hij is ook schilder. En wij gaan naar oma vandaag en een fornuis ophalen. We hebben net onze fornuis opgehaald. Die zit daar bij Stefan. En we zijn met papa. En nu gaan we dit fornuis bij oma in de garage zetten. Dan zien we oma weer, want we waren net eventjes bij oma geweest. En dan gaan we lekker met papa en mama eten. En dan vanavond komen de meiden naar mij toe. Helemaal gezellige zaterdag. Dit is het fornuis. Nou, fijn dat het kan. Ja. Een cocktail. La, 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 lonely. I'm a lonely girl. La, la, mooi. Maar ja, we zijn met de meiden. Maar ja. Lekker cocktail, party time. Welkom bij de vlog. Welkom bij ons nieuwe vlog. We zijn in de woonkamer hier. Mooie bedden, woonkamervlogje. Jullie gaan zo ook naar Zeewolde. We gaan zo naar Zeewolde, klein afspraakje, een kleintje. Hé, kijk eens. Dit komt lekker in het weekvlog. Het is wel echt heel hoog hoor. Oh, sorry. Hij stelt ook niet scherp. Wacht. We kunnen ook wel even de rest laten zien. Misschien onze kijkers nog wel plannen voor vanavond. Oh, hé. Ja, ga maar. Kijk, er is niet opgeruimd vandaag. Er was een klein feestje met de meiden. Dus nou, dankjewel voor het kijken. Dankjewel. Doei. Hoe zet je hem uit? Zelfde kloppen voor mensen. Ja, hier. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En na een beetje een korte nacht, ik was om 5 uur gaan slapen, is Stefan er weer en zijn de meiden weg. En gaan wij alvast beginnen met inpakken voor de verhuizing. Dus ik pak even een stuk wc-papier ook, want we moeten heel veel van die edelstenen ook gaan opruimen natuurlijk. En dan gaat het gebeuren. Zo, we hebben al een heel deel ingepakt en alles staat hier qua schilderijtjes en zo. Daar zijn nog wat inpakdozen en dit is allemaal voor vakantie nog. Dus dat gaan we ook deze dagen goed inpakken. En ik heb hier allemaal de planten gezet. En nu heb ik sushi besteld. Ik had nog een cadeaubon van sushi. Dus dat konden bestellen lekker. En ja, we zijn allebei zo moe. Ik ben gisteren om 5 uur gaan slapen. Dus ik heb wel redelijk kleine oogjes. Dus lekker vroeg geslapen vanavond. Zo. Heerlijk. Echt heel veel zin in. Wij hebben net lekker sushi gegeten en gaan slapen. En ik wilde eigenlijk de vlog bijna afsluiten. Want het is natuurlijk vandaag zondag. Maar wij gaan volgende week, of aankomende vrijdag op vakantie. Dus ik ga nog doorvloggen tot de helft van de week. En dan heb ik een aparte vakantievideo voor jullie. Want dat leek mij wel leuk. En dan plan ik ook wat video's in voor als ik op vakantie ben. Dus het komt helemaal goed. Wij gaan lekker slapen. En tot morgen. Goedemorgen, dit is ons ontbijtje. Een smoothiebol. Ja, word jij gehandhaafd op het moment dat je zegt... Alsjeblieft. Ik ben helemaal klaargemaakt voor de schrijfsessie die ik vandaag heb. Ik heb hier vaak boekjes hangen. Ik heb vandaag weer een schrijfsessie met Misha, Anneroos en Wessel. En dat heb ik in Utrecht. En daar heb ik nu al 2 schrijfsessies mee gehad. Er is al 1 single uitgekomen. Dus dat is heel leuk. Dat was het eigenlijk eventjes wat ik wilde vertellen. Misschien ben je wel klaar met vloggen. Dat je denkt van, ja, nou genoeg sessies gehad. Waarin van vloggen. Ja, maar ja. Wachten tot ik straks lijkt het alsof mijn leven saai is. En dat moeten we niet hebben. Ja, maar nu denken ze saai. Ze is alleen maar schrijfjes aan het doen elke vlog. Toch goed. Als mensen nu zeggen hoe gaat het met de muziek. Dan heb ik echt wat te vertellen. Ja, iedereen moet... Nou mensen, ze heeft wat te vertellen hoor. Schrijfjes doen met jou. Want die neemt snoep mee. Er zit een stiekem op vlog. Ja. Als je voor een club bent. Met een auto. Hallo Wessel. Hey joh, zitten we weer. Zitten we weer. In de sessie, in de vlog. Wat wil je dit vlog nou niet kijken? Ik ben echt helemaal niet wat de kijkers hiervan vinden, zeg maar vlogtechnisch. Wat ze ervan vinden om dan zo'n schrijfsessie te zien. Ja, ik ook wel. Ja. Hey, nou, lieve kijkers, mensen. Welkom bij de vlog van Julia Verbergen. Zit ze. En dit zijn eigenlijk een beetje het einde van de sessie. Hoe vond je de sessie? Leuk en weer gezellig. Maar ik was wel heel erg moe. Je was een beetje moe, maar hoe was dat, waarom dan? Wat heb je gedaan? We hebben dat al zien, hebben dat net gezien in de vlog. Volgens mij heb ik dat niet eens verteld. Oh, nou, hier. Nou, ten eerste, ik denk dat mijn slechte slaap in het weekend nog wel een beetje door heeft gespeeld. Maar ik zou om 10 voor half 10 de trein nemen en toen zat er een meisje voor de trein. Ja. Ja. Een bijgeluid. Ja. Ja, een soort van live reactievideo. Oh, zo. Oeh. Kan ik ook inzoomen? Nee, doe maar niet. En ik weet niet wat er was gebeurd. Ik weet niet of ze voor de trein wilde. Ze zeiden dat ze voor de trein wilde springen, maar het is een soort van... Dus zat daar gewoon. Ja. Maar ik weet niet wat, in ieder geval heel zielig als dat... Ja, maar dachten misschien ook dat het een protest was. Dat dacht ik dus eerst. Dat het een protest was. Toch? Ja. Ik dacht toen zij daar zat... En ze zat zeg maar zo, gewoon met de knie opgetrokken. Dus het leek ook niet alsof ze zeg maar iets had. Iets van letsel of zo. Dus ik dacht, nou, die zit misschien aan te protesteren. Ja. Was niet, want uiteindelijk hoorden we dat er een aanrijding was geweest. Maar ze was wel ongedeerd, want ik zag hem nog weglopen. Maar lang verhaal kort was ik dus, hoeveel te laat? Nou ja, we zijn denk ik wel echt een soort van 1,5 uur of zo inderdaad. Nou, we zouden om 10:30 hier zijn. Oh ja, was hier om 10:30. Ja. Oké. Ja, dus nou ja, dat is oké, maar we zijn wel, hebben wel op zich gewoon goed opzetje, denk ik. En heb je al een favoriete liedje? Ik weet het nog niet zo goed. Nee. Ik vind die eerste nog steeds heel zielig. Ja, die is ook wel nice. Dat is echt... Ik heb ook altijd wel dat ik kom niet zo makkelijk meer over mijn eerste liedje heen bij een sessie. Ja. Maar ik vind het ook heel leuk, maar die van vorige keer ook. Maar daar moet ik nog inzingen. Ja. Anders weet je niet wat het ervan is. Ik denk ook wel dat het heel leuk is. Ja. Nog steeds. Ik denk dat dat inzingen doe ik even morgen. Ik ben weer thuis. Zal jij iets eten? Koud ook echt? Nee, dat niet. Okay. En we eten gado gado. Wat nog lekker in de vriezer lag. En we gaan nu weer naar Huis Vol kijken. Dat is ons lievelingsding eigenlijk. Guilty pleasure. Guilty pleasure. Hebben we deze al gekeken? Wat is er eentje die... Ik ga hier bij de vlog afsluiten. Ik ben met Stefje. En morgen ga ik eventjes niet vloggen. Nou, eigenlijk kan ik morgen... Nee, dat kan trouwens niet. Want ik wil morgen deze video editen en dan alles editen. En dan zorgen dat het allemaal online komt. En dan heb ik nog even 2 dagen roest. En dan gaan we op vakantie en dan ga ik weer volop vloggen. Maar in de tussentijd komen er andere video's online. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik ben heel erg benieuwd naar de vakantievlogs. Want het is heel gek. Want we zijn natuurlijk nu nog niet op vakantie. Ja. Jeetje, wat een lulverhaal. Daag. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Doe een blauw duimpje omhoog.